heb een winkel. Ik heb een winkel al 2 maanden op Zuidplein. Meer de secundaire behoeftes. Geen drank of echt gewoon dingen die je nodig hebt thuis. Maar vooral ook een beetje mannelijke dingen, dus schroeven, werktuigen, af en toe een pan of zo, of een schaar. Kering maakt gelukkig. Ja, dat staat tegenover mij op de muur. Enorme gesprekken over Kering maakt gelukkig. Dus sommige mensen denken, ja, het is toch wel goed om met wat minder gelukkig te zijn. En wanneer ben je dan gelukkig en hoeveel koop ik dan? Die gesprekken eigenlijk. Mijn idee is echt van, ik wil op Zuidplein echt in de shopping mall mijn winkel hebben. Dus waar het allerhardst is, waar de concurrentie zeg maar heel hoog is. Ja, ik betaal 5000 euro huur per maand. Dus ik heb hier de winkel opgezet en vanaf het begin heeft het me tegengewerkt als filmset. Hè? Dus ik heb mezelf gepresenteerd als een winkelier, kunstenaarwinkelier. En op die manier heb ik continu mensen geprobeerd binnen te krijgen in mijn winkel. In het begin meteen met bloemen gewerkt, zodat mensen binnenkomen en mijn herfststukjes mooi vonden. Door het middel van die herfststukjes ben ik meteen gesprekken begonnen over Rotterdam-Zuid. Die bleven heel open, dus toen ben ik op een gegeven moment meer mijn winkel gaan toespitsen op waar dingen en mensen echt van houden. Dus Pim Fortuyn, Pimmetje en Abu Talib en alles. Hey, Kokkie. En heel veel mensen begrijpen mijn winkel niet. Dus ze begrijpen het niet. Dus ik moest continu uitleggen wat mijn winkel is en wat kunst is en wat politiek is. Daar ging het eigenlijk de hele tijd op. Dit is goed. En toen op een gegeven moment kwam er een neger binnen, een Nigeriaan, uit Nigeria in Afrika. Daar werken namelijk de winkels ook precies op dezelfde manier als ik heb. Alleen hij begreep weer niet wie die grote man daar was. Ik zei dus Pim Fortuyn. Ah, Pim Fortuyn, had hij van gehoord. Daar woont 2 jaar hier, maar had nog nooit een foto gezien. Nou, ik zou zeggen, kom naar mijn winkel. En zoek zelf iets uit wat je graag zou willen hebben. En misschien ben ik er zelf wel, meestal ben ik er zelf ook. Dus dan kunnen we kijken hoe ik u toch gelukkig kan maken.